Hoofdverdachte Daisy Boutersen heeft nog eens 20 jaar celstraf tegen zich gehoord in het hoger beroepproces. Waarnemend procureur-generaal Carmen Rassam las vandaag de forse straf tegen de hoofdverdachte voor. Boutersen zei na afloop van de zaak aan journalisten dat hij zich niet druk maakte om het verloop van de zaak, maar om de gang van zaken in het land. Opmerkelijk is dat er ook een directe gevangenneming is opgenomen in de strafeis, wat eerder niet het geval was. Nou, ik denk dat we liever het beter bij ons. Kijk, bij onze advocaat kunnen zijn. Als er technische zaak, technische aspecten zijn waar hij correcter antwoord op zou kunnen geven, denk ik. En wat wilt u aantypen voor de gevangenneming? Er is gevangenneming daarin. Oh, dus, het hof is aan het woord geweest. En binnenkort komt dan de pleidooi en dan zien we hoe de zaken verder gaan. Had u deze eis, hoe kwam het over toen de PG aan het lezen was de straf is? Weet je, sinds we uit China zijn, kennen we de zaak. Dus nogmaals, ik geloof dat er echt bijzonderheden bij waren. Maak je zich druk in het land tussen? Ja, voor de problemen in het land maak ik me druk, ja. Over deze zaak? Over deze zaak zien we, het moet nog komen. Tegen de vier medeverdachten, Iwan Dijksteel, Stefanus Dindu en Ernst Geffrey, is nu in hoger beroep 20 jaar geëist. De eisen van het viertal zijn hoger geworden. Advocaat van Boutersen, Erwin Kanhai, zegt dat hij wel wat verrassingen in petto heeft voor de komende zitting. De jurist heeft gevraagd naar 2 maanden speling. De zaak wordt op 31 maart voortgezet.